Huis Beteliare heeft vanmorgen een Memorandum of Understanding ondertekend met het Vanguard Instituut. Deze MOU zal de samenwerking tussen de twee intensiveren. Volgens Brian Lalai, directeur van Huis Beteliare, is deze samenwerking aangegaan omdat de studenten van het instituut al stage lopen in de zorginstelling. Onderdeel van hun stage is Beteliare te adviseren hoe ze de bewoners beter kunnen begeleiden. Het instituut richt zich behalve op technische en sociale vakken ook op het speciaal onderwijs, zegt Annelot Themen, directeur van het Vanguard Instituut. Voor ons, Beteliare is in een transitieperiode. Beteliare, wij doen dit ook omdat Beteliare dit jaar 40 jaar bestaat. En als je dan kijkt naar de afgelopen 40 jaar, is Beteliare gegroeid van het medisch model, het alleen maar verzorgen. Zijn we dus gegroeid naar het sociaal agogisch model, waar je dus activiteiten meer gericht bent op het kind, op de ontwikkeling. En ik zie dit als een extra dimensie. Dat we dus nu gaan zeggen van waar we dus nu veel meer groepsgewijs bezig zijn, gaan we nu meer inzoomen op de behoeften, op de mogelijkheden van onze van een bewoner. Dus daar zit het onderwijs in. Het moet eigenlijk ook een school gaan worden. Ja. Momenteel is het zo dat we dus de eerste stappen maken. We gaan de samenwerking aan en we moeten dus gaan kijken hoe Vanguard, waar de samenwerking met Vanguard zien wij als vanuit Beteliare als heel constructief. Hè? En waarom is dat? Omdat zij al een bepaalde ervaring hebben. En de bedoeling is dat ze hier ervaring opdoen in hoe dat uit te voeren en dat ze inderdaad de begeleiders van Beteliare ondersteunen in het maken van lesplannen of handelingsplannen voor deze doelgroep. Het zou fantastisch zijn als we dat door middel van samenwerking kunnen uitbouwen tot een instituut, een opleiding of een school die speciaal op deze doelgroep toegespitst is met mensen die dus opgeleid zijn om deze doelgroep te voorzien. En aan te sluiten op dat wat de behoefte is van die individuele kinderen inderdaad. En Brian zei net al, dan gaat het niet alleen om leren lezen en schrijven, hoewel dat voor sommigen ook mogelijk zou kunnen zijn. Toch, het is heel verschillend per kind wat mogelijk is. Je kunt picto lezen, waarbij je dus het kind leert lezen met behulp van plaatjes. En er zitten echt wel kinderen tussen hier die we geobserveerd hebben al, die meer kunnen dan wat we er nu uithalen. Dat was Annelot Themen, directeur van het Vanguard Instituut, en daarvoor Brian Lalai, directeur van Huizen Beteliare. Ze spraken vanmorgen voor de ondertekening van een Memorandum of Understanding.